We praten met David Nieborg, wetenschapper bij de University of Toronto, maar ontzettend Nederlander. Jij onderzoekt de economische aspecten van gratis games. Die zijn heel succesvol en je hebt drie redenen gevonden. Ja, ik ben mijn verhaal begonnen met soort van het verhaal over walvisjagen. En walvissen in de gratis spellenwereld zijn die spelers die wel betalen. En dat is maar een heel klein groepje, maar 3%. Maar die 3% die betaalt zoveel dat dit een miljardenindustrie is geworden bijna. Dus het zijn gratis games en die hebben miljoenen gebruikers en een heel klein percentage betaald. Maar toch is dat zo ontzettend groot dat het een miljardenbusiness is. Precies. Dus er zijn een aantal bedrijven, King van Candy Crush en Supercell. Dat is een Finse gigant met Clash Royale en Clash of Clans. Supercell is wel een interessant voorbeeld wat ik ook continu aanhaal. Ze hebben maar 230, 250 medewerkers, maar ze genereren 2 miljard euro omzet per jaar. Dus je kan een beetje, shit. Ja, dat zijn mooie aantallen. Dus dat is een instructief voorbeeld. En daar kan je twee kanten mee op. En wat ik heb laten zien is, waar komt dat succes van zo'n Supercell vandaan? Het eerste antwoord van die... Twee kanten, van heel succesvol of niet meer ethisch? Nou ja, dus allebei. Dus ik ben wetenschapper, dus ik ben een vat vol nuance. Ik wil allebei de kanten tegelijk laten zien. En ook een beetje aan het publiek overlaten. Bepaal je eigen positie daarin. Ik wil niet al te moreel ridderig erover doen. Aan de ene kant is het succes van Supercell overweldigend. En het komt door hun organisatiecultuur. Super platte organisatie in Supercell. Reden 1. Platte organisatie. Platte organisatie. En bij Supercell zijn het dus supercellen. Groepen van 13 mensen, ongeveer 12, 13 mensen. Die dus een paar maanden aan een spelletje werken. Als dat dan niet lukt na een paar maanden, dan gooien ze dat spelletje uit. Dan falen ze episch. En dan vieren ze dat groots op z'n vins met een goede borrel. En dan gaan ze door. Dus falen wordt daar niet afgestraft. Dus het is een hele speelse, platte organisatie. Dus dat is een van die redenen. Als je naar veel Nederlandse... Veel fast en echt een heel aparte bedrijfscultuur. En daardoor zijn ze succesvol. Dat is één van de ingrediënten. Het is helaas allemaal niet zo simpel. Maar dat is één van die drie pijlers waar ik het over heb. Die tweede pijler is de platformeconomie. Waar Supercell heel goed in is. En waar gratis gamebedrijven heel goed in zijn. Is de platformeconomie draait om netwerkeffecten. En netwerkeffecten is het idee dat als je lid wordt van een netwerk. Dan heeft dat gevolgen voor anderen die ook lid worden. Het kan positief en negatief zijn, maar vaak hebben we het over de positieve effecten. En dat betekent hoe meer mensen Skype gebruiken, hoe waardevoller Skype wordt. Hoe meer mensen Candy Crush spelen, hoe leuker het wordt om te spelen. Want dan kan je je highscore vergelijken met andere mensen. Dus die platformen en de spelletjes zoals Clash of Clans, die hebben positieve netwerkeffecten. En dat verklaart waarom ze zo verdraaid snel groeien. Waar die bedrijven vervolgens heel goed in zijn, is zorgen dat die mensen binnen blijven. Een soort lock-in effect. De switching cost heet dat. Die te verhogen. Dus er alles aan doen dat die mensen niet weggaan. Facebook is daar ook verdraaid goed in. Nou, en dan de derde reden waar ik het over gehad heb. Ja, dus reden 2 is die netwerkeffecten. Dus die bedrijven zijn extreem goed in het bereiken van die netwerkeffecten. Van hoe zorg ik dat je dit met je vrienden gaat doen of dat gaat delen. Of op wat voor manier dan ook het netwerk groter wordt. Zij faciliteren netwerkeffecten. En dat is soms helemaal niet heel erg moeilijk. Moet je soms ook een beetje bij geluk hebben. Maar wat positief en negatief is aan die netwerkeffecten, dat het eigenlijk kan er maar één de winnaar zijn. Ja, dus naar alle grote platformen die we kennen, of het nou Uber is, of Airbnb, of Google for Search, dat zijn eigenlijk allemaal monopolisten. Dus als jij het bent, dan ben je een Nederlands spekkoper. Hè? Dan ben je de winner takes it all. Economen noemen het dan ook winner takes all markten. Ja, dus dat is wel heel typisch aan deze platformeconomie. En nogmaals, daar kan je dus op twee manieren in staan. Als jij aandeelhouder van Facebook bent, dan ben je er heel blij mee. Maar er zijn maar heel weinig Nederlandse bedrijven, denk ik, die dezelfde soort schaalvoordelen kunnen behalen als een Facebook. Dus die nuance heb ik proberen op te zoeken. Reden drie is, waarom zijn gratis games zo succesvol? Nou ja, omdat ze heel goed dat nieuwe model bedacht hebben. Vroeger noemden we dat freemium en in de gamewereld heet dat free-to-play. En dat free-to-play model gaat er eigenlijk om het volledig dataficeren van het spelverloop. En het ervoor zorgen dat elke speler waarde genereert. Niet zozeer economische waarde, hè, want maar 3% of 5% van de spelers betaalt voor iets. Maar die andere 95% die moet ook waarde genereren. En dat doe je door die netwerkeffecten te faciliteren.
bijvoorbeeld door andere mensen uit te nodigen. Nou, een spel wat daar verschrikkelijk goed in is, is Candy Crush. Mensen worden er ook helemaal ziek van. Namelijk dat als jij niet verder komt, moet je je vrienden vragen om verder te komen. Om een level omhoog te komen. Er zijn andere spellen, Clash of Clans, dan moet je in een clan zitten. Dus er zitten ingebakken sociale mechanismes in. Niemand wordt betaald om in een clan te zitten. Maar als je eenmaal in een clan zit, ik ben uit mijn clan getrapt een tijdje terug. Dat doet nog steeds een beetje pijn. Dus dat geeft aan dat ze creëren situaties waar het niet alleen om geld gaat, maar waar je op een bepaalde manier erin zit. Nou. Dat zijn vormen van retentie eigenlijk. En van netwerken vergroten ook. Van netwerken vergroten. En waar die gamebedrijven heel goed in zijn, is niet alleen dat het een spelletje leuk is, fun of engagement, of hoe je dat wil noemen. Maar ook dat die retentie inderdaad, dat is hun core KPI, als je het zo wil noemen. Dat is de nummer één ding waar ze naar kijken. Dus het moet leuk zijn. Terugkerende gebruikers. Terugkerende gebruikers. Dan gaan ze als een malle proberen te converteren. En als ze dan een beetje een gevoel hebben voor wie wel betaalt, wie niet betaalt, dan gaan ze spelers acquireren of kopen. Oftewel in andere apps advertenties plaatsen, extreem gericht op de individu nauwkeurig. Ze weten wie dat zijn. En anders kunnen ze daar wel achter komen. En anders bouwen ze profielen van mensen waarbij de waarschijnlijkheid dat ze kopen heel hoog is. Bijvoorbeeld vrouwen van 50 in Iowa die toevallig in een Ford 150 rijden, die blijken allemaal heel veel geld uit te geven. Nou, als die dan hun Facebook-app openen, dan worden real-time die gekocht, want ze weten dat de lifetime value van dat soort spelers bijvoorbeeld $14 is. Dus dat is reden drie. Dat je hebt gratis spelers, heel veel. Dat je goed in staat bent om de retentie daarvan terugkeren, bezoek te krijgen. Dan krijg je uiteindelijk betalende spelers en dan heel goed weten wie de betalende spelers zijn en die weer acquireren of eigenlijk weer terugkrijgen. Ja. Dat systeem begrijpen deze bedrijven heel goed. Ja, en de game-industrie loopt daarin voorop. En daar komt mijn walvisjacht-analogie. Het is niet mijn term walvisjacht, maar zo wordt dat in de industrie genoemd. En walvisjacht is wel een goede keuze eigenlijk, omdat walvissen hebben natuurlijk een bepaalde connotatie. Walvisjacht wordt niet over de hele wereld gevierd. Walvissen zijn met uitsterven bedreigd. En ik vind die analogie eigenlijk wel goed, omdat aan de ene kant is het een heel inspirerend voorbeeld. Zeg je daarmee ook dat het niet een sustainable economie is? Absoluut. Ik denk niet dat het op de lange termijn een houdbaar systeem is. Maar we kunnen er wel van leren, zeg je. Wat kunnen we dan van leren? Nou ja, we kunnen ervan leren dat het een niet houdbaar systeem is. En daar in ieder geval een goed gesprek over hebben. Want de neiging soms op plekken zoals dit is om alles te vieren. Maar, en dat is ook heel goed. En er is heel veel van te leren. Hoe doe je het goed? Maar ik denk dat het ook zinnig is om een gesprek te voeren. Oké, als je dus mensen op de comma nauwkeurig gaat targeten en retargeten. Dat werkt voor sommige games heel goed. Maar dan weten we wel zo verschrikkelijk veel van die mensen. En ik blijf daar een beetje huiverig over doen. En hoe erg is dat dan? Nou ja, op het moment dat je Facebook inlogt, en iedereen weet dit, maar als ik dit aan mensen vertel, ook op dit soort plekken, en zeg, oké, je hardware ID staat in een database, en daar komen een bak likes bij, en je hoeft maar 8 likes te doen, maar met 80 likes kan je op 95% nauwkeurigheid je geaardheid, je politieke voorkeur, je religieuze achtergrond en eigenlijk wat je gisteren gegeten hebt, kan je inschatten. En voor je het weet heb je Trump in je tijdlijn. En voor je het weet heb je Trump, want het gratis spelletje en één ding en Candy Crush natuurlijk, waar hebben we het over, hè? Aan het eind van de dag, maar een president Trump en zijn team hebben hier ook gebruik van gemaakt. Want die zijn op zoek gegaan naar mensen die bijvoorbeeld niet zo blij waren met Hillary. En die zijn mensen gaan targeten die niet zozeer voor Trump zijn, maar tegen Hillary zijn. Om zo een beetje de voter suppression noemen ze dat. En misschien is dat zijn wel dingen waar... Hoe erg is dat? Want ze waren al tegen Hillary. Nou, hoe erg is dat? Omdat De link met de game-industrie is dan natuurlijk niet direct. En mijn argument hier is, de game-industrie is technieken aan het exploreren, is technieken aan het verkennen, die straks ook door de hele advertentie-industrie op grote schaal gebruikt gaan worden. Ik denk altijd dat het goed is dat we daar een zinnig gesprek over hebben. Ook als Nederlanders staan we daar anders in dan Amerikanen. En de Duitsers en de Nederlanders en Europeanen, we hebben goede privacyregels. Ik ben daar heel blij mee. Ik denk dat als je Nederlanders... Maar je woont in Toronto. Ik woon in Toronto. Nou, de Canadese privacy-wetgeving is toch nog een stuk strakker dan aan Amerika.
Maar je zegt dus aan de ene kant, hè, je hebt het over twee kanten. Aan de ene kant is het heel interessant wat er gebeurt. Kunnen we daarvan leren? Aan de andere kant geeft het morele dilemma's die we moeten bespreken. Ja, wat mij opvalt als ik het over gratis spelletjes heb, is een van de eerste vragen is altijd over verslaving. En doen die spelmakers, stellen ze alles in het bedrijf om mensen verslaafd te maken aan die gratis spelletjes? Ja, tuurlijk. Dat is hun core business. Ik zou willen dat die vraag ook gesteld zou worden bij andere social campagnes. En sommige campagnes zijn hebben absoluut... Verslaafd aan Coca-Cola, verslaafd aan Nike. Ja, tuurlijk. En vul maar in, verslaafd aan die, stem op dat. Ik denk dat diezelfde onderbuikgevoelens die je hebt als je weet wat jouw bakdata op straat komt te liggen, die hypertargeting, maar ook de gevolgen van dat er straks maar elke Nederlandse bedrijf dat met social bezig is, kan niet om Google en Twitter en Facebook heen. En eigenlijk, dit is gewoon... Met name Google en Facebook eigenlijk, hè? Met name Google en Facebook. En Apple in zekere zin ook wel natuurlijk. Als je de app-economie is toch wel de grootste advertentie-economie aan het worden op dit moment. Het grootste deel van de advertentie-economie. Je kan niet om die bedrijven heen. En eigenlijk is dat een heel natuurlijk gegroeid. En ik zou het fijn gevonden hebben als er iets meer kritische massa was geweest. Juist op plekken zoals dit, met mensen die in de klei staan en de beslissingen maken van oké, is dit wat we willen? En ik het liefst wat ik gewild zou hebben, maar dat is lekker veel te laat natuurlijk, dat er een Nederlandse tegenhanger zou. Een beetje tegenwicht. Hives. Ja, Hives, precies. Okay. Ik had het fijn gevonden als een Hives 2.0 was geweest. Oké, laatste tip. Wat moet ik doen om hiervan te leren? Uiteindelijk zou ik dus Candy Crush gaan spelen. En Candy Crush deel 3. Dat heet geloof ik Soda Pop of zoiets. En dat laat zien... Dan, door te spelen zie je wat zo'n bedrijf doet en ervaar je ook al die advertenties die op je af gaan komen. Nou ja, je moet dan natuurlijk spelen met een analytisch oog, hè, zegt de wetenschapper. Dus ik zou het niet spelen alleen voor de lol, maar ik zou het proberen te snappen wat die spelmakers doen. Want wat ze doen is echt verdraaid vernuftig. Het netwerk van King is groter dan van Twitter en het groter dan van LinkedIn. Dus ze doen wel iets heel erg goed. Die mensen blijven maar spelen. Dus ik zou zeggen, doe het nou niet af als stomme spelletjes. Ook al zijn ze dat misschien soms wel een beetje. Maar speel de eerste Candy Crush, de derde Candy Crush. En kijk eens wat voor mechanieken op het gebied van engagement en retentie. En misschien zelfs wel geef eens een keer geld uit. En zie wat dat gebeurt voor je eigen spelervaring. Maar misschien ook voor wat voor soort advertenties je voorgeschoteld gaat krijgen. En dan zie je dus dat jouw waarde als speler direct toe gaat nemen. Ik denk dat het niet onwaarschijnlijk is dat als jij meer dan $10 uitgeeft of €10 uitgeeft in Candy Crush, dat jij in afzienbare tijd retargeting campagnes. En als jij dan op vervolgens die advertentie drukt en weer gaat spelen of betalen, dan vindt er een best wel een grote geldtransactie plaats. Leuk.